is zover. Het is eindelijk tijd om op vakantie te gaan. En niet zomaar op vakantie. Ik ga met mijn moeder, mijn stiefvader en mijn stiefzusje lekker naar Amerika. We wilden eigenlijk al 3 jaar proberen naar Amerika te gaan, maar door corona kon het helaas niet. Maar nu is het eindelijk zover. En ik ga elke dag een vlog maken voor jullie. Zodat ook mensen thuis lekker kunnen volgen wat we aan het doen zijn. Dus ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik in ieder geval wel. Yo, Cheryl! Hallo, oh, nee. Meid! Hallo! Wat gezellig! Hebben jullie een leuke vlucht gehad? Ja. Nee. Nou. Jullie hebben echt alles tegen gehad. Ah, man! Alsof ik lang niet meer gezien heb, hè? Wat een wereld ontmoet. Maar jullie hebben geen fijne vlucht gehad. Alles ging mis. Nee, het ging eigenlijk... het ging eergisteren allemaal mis. Eergisteren? Ja, maandag, thuis. Ja, thuis. Maar gisteren was het eigenlijk heel goed. Alleen moest 3 uur wachten, maar dan maakte niks uit waar we 3 uur wachten. Of dan maar jullie piloot... Jullie piloten hadden pech. Ja, dat is waar, ja. Daarom kon u later vertrokken, moest u later vertrekken. Ja, alles dan waren jullie een uur aan het wachten op 2 mensen. Ja. Zal ik eens vertellen wat ik heb gedaan vandaag? Ik moest 3 uur wachten, dat is ook wel leuk even om te vertellen. Ik moest 3 uur wachten op Seattle. Ja. En ik dacht, het laatste half uur, ik ga er even rondje lopen, ga ik even plassen. En toen, op een gegeven moment, toen dacht ik neem een afstand weg. Was ik door de exit gegaan. Zegt die man, ja maar je mag je nou niet meer doorheen. Je mag nu niet meer terug. Moest ik weer opnieuw in de security line. Toen zijn we thuis, man. Yes! Die was heel scheef. Ja, ik had met niks anders gedaan. Hij vond je mijn grapje grappig? Carl Rental. Carl Rental snel om de wagen op te halen. Carl Rental. Wat je niet hoor. Ja, gewoon alles boeken, alles maaiken, nakijken, dat duurde extra lang. Ja, voor Enzo nakijken of die een... Maar niks bij hoeven te betalen. Ja, maar wel een BMW. Ja, maar een drive, hè? Maar in Nederland, we kunnen geen Engels. Sarah, de ding rolt erop, hè? Ja. De ding rolt erop. Duidelijk. Hebben jullie zin in de vakantie? Ja! Leuk dat ik de hele tijd ga vloggen, hè? Ja, heerlijk. Gezellig, hoor. Maar dat is leuk voor de herinnering, hè? Ja, daar gaat het zeker, om, hè? Zeker. Mijn god. Oh. Oh. Ja. Dikke BMW 3 serie. Maat. Met een achteruit. Maatje. Wow. Ik ben benieuwd of alles erin past. Kijk Sarah, wat is zo leuk in deze winkel. Ze hebben echt alles. Ze hebben hier van kinderzitjes tot koptelefoons, tot iPhones, tot sandalen, tot kleren, tot eten, tot tv's, laptops, grasmaaiers. Ze hebben hier gewoon alles wat je wil. Alles. Wat wil je? Goedemorgen vanuit Amerika! Amerika! We hebben vannacht heerlijk geslapen met z'n vier in deze hotelkamer. Het was allemaal hutje-mutje. Dus op een gegeven moment dacht ik, wie ligt dat toch naast mij?
En ik dacht heel even dat het iemand anders was dan Sarah. Dus ik dacht, ik pak je even lekker vast. En toen voelde ik die schouder, dat was echt een heel verschil. Ja. Dat was echt een heel verschil. En toen dacht ik, nou, jij bent het niet. Dus toen deed ik ook echt zo. Toen draaide ik me weer om. Maar ze heeft er niks meer gemerkt vannacht. Ik heb niet zo'n brede schouder als dat. Dus... Nee, je hebt echt drie keer zo'n smal. Maar dat maakt niet uit. Ja, maar ja, goed, dat was dus wel grappig. Maar ik dacht, ze wordt er sowieso wakker van, maar dat was dus niet. Maar we gaan nu even naar een oud stadje hier in Scottsdale. En dan gaan we daarna even naar de shoppingmall. En dan gaan we vandaag naar de Grand Canyon. En dan gaan we met zonsondergang even een stukje van de Grand Canyon bekijken. En volgens mij is dat de planning. Dan slapen we daar ergens, dus... Waar gaan wij slapen? Bij de Grand Canyon in de buurt, dacht ik. Oh, met tentjes of wat? Nee, gewoon in een motel weer. Ah. Dus nu gaan we lekker eerst naar een oud stadje. Oh, kijk mam, ik zie er hetzelfde uit vandaag. Mooi hè mam? Ga er gaan vissen? Kan mam, hè? Is je vader vissen, want je hebt een lekker bekkie. Nou, voor de camera. We zitten. Oh, ja, eigenlijk gewoon een camera. We zitten in de car. Naar Old Town Road. I'm gone. Right till I can no more. Media. Connect new device. Oh, je kan ook met Bluetooth verbinden. Oh. Oh, is het nou wel? De stroom van onze auto. BMW. BMW. Ja, we zijn bij Old Town. Of zoiets. Dat deed ik dus altijd in Amerika, mam. Deed ik toch altijd zo tegen die stoeprand aantikken en dan dacht je altijd dat ik echt viel. Cowboylazen. Kijk, en Franzel die maakt lekker reclame voor Markel. Kopen. Met een zweetdruppeltje erbij. Dat heb ik hier ook in. Maar dit is wel echt zo'n old town stadje. Ja, weet je wat voor dat is? Ja, dat is branden, de paden. Dat doen ze de paden met branden, ja. Goeie. Kijk, de M. Kan ik iedereen brandmerken? Kijk, hier zitten wel allemaal cactussen. Ik weet niet waarom ze dat verkopen. Mam, doe nou eens even niet zo mal. Oh. Ja, we gaan naar de Fashion Square Scottsdale Mall. Dus eigenlijk pas om 10 uur open, maar goed. We kunnen allemaal drinken. Misschien kunnen we ergens even wat drinken halen ofzo. We hebben een lekkere frappuccino voor Franco. Franco, the best. Lekker hè? Lekker? Ik denk aan de andere kant. Heel leuk, zo'n outlet. Heel erg leuk.
Oké, Cheryl. Waar zijn we nu? Bij een of ander kasteel. Montezuma Castle. En we hebben ons maar even goed aangekleed. Want het is... Hoe warm is het hier? Heel warm. Heel warm hier. 40 graden. 40 graden. Minimaal. Minimaal 40 graden. Maar ik heb graden. Geen petje of iets. Dus dat is eigenlijk best wel stom. Ja, maar ik heb die sowieso niet. Moet je dan inhalen een keer? Ja, zou ik wel doen. Ja, ik wil zo'n, hoe heet dat? Zo'n N en een I. New York. New York petje. Oh, mooi. Ja, die zijn toch mooi? Daar staat ook weer een bordje, ja. Please stay off the walls. Nee, jongens, Sarah is bang voor ratelslangen. 10 minuten in aan één stuk hoor ik alleen maar... Oh, nee. Oh, kijk, bordje. Dat is helemaal niet waar. Nee, dat is een krekel. Hoe vonden jullie de route vandaag, het rijden? Ja, mooi hè. Een beetje woestijnachtig. Ja, eerst bij Phoenix was het dus allemaal woestijnachtig met allemaal cactussen. En nu zijn we hier en nu is het eigenlijk dit allemaal. Dooie shit. Maar wel bomen. Dus het is zo raar dat je het ene moment het ene van het stukje natuur ziet en het andere moment weer iets heel anders. Ja, ja, ja. Daar hebben de Indianen... waren Indianen, toch? Indianen, ja. Ik weet niet of het echte Indianen, dat zei ik al. Ja, dat hoort maar, denk ik wel. Zo. Kampen. Laat dan maar eens aan Laura horen. Ja, nee, dat durf ik niet. Concerned mother, scurrying to reach her adventuresome son. Precariously balanced on the edge of the roof. On the third floor, an aging man. Friends all the pirates. Ben je naar beneden aan doen? Ja. Nou, we zijn bij het volgende motel aangekomen. We zijn in Williams. Dat is eigenlijk een heel oud stadje. Heel klein ook, één straat. We zouden eigenlijk vandaag naar de Grand Canyon gaan om zo'n ondergang te bekijken. Maar het is wel een beetje bewolkt, dus ik weet nog niet of we dat vandaag gaan doen. Misschien gaan we morgen wel naar de Grand Canyon. Dus we moeten nog heel even kijken. Maar er schijnt er ook een jacuzzi bij te zijn, dus ik ben eigenlijk daarvoor. Kijk, van buiten ziet het er net uit alsof je hier in de kamer vermoord gaat worden. Dit hoort ook allemaal erbij. En maar in de kamer is het op zich wel mooi. Mooier dan het vorige hotel. Het is wel groot hier, vind ik. Ja, blij ben ik dan mee, want... We hebben zelfs een koelkast. Hier op de airco te blazen. Komt die boodschap hier lijken? Ja, dit is alleen maar een beetje nadat je altijd zo in bad moet douchen. Maar goed, dat nemen we voor lief, hè? Dat nemen we voor lief. Wifi, 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 wifi. Kun je wel lekker met je vriendje appen? Yes. Nou, dit is dus ons hotel. Red Roof Plus staat erbij. Outdoor swimmingpool en jacuzzi. Ja. Dit is dus de swimmingpool. Je kan niet eens de bodem zien van vuiligheid. Je ziet daar ook echt vieze dingetjes liggen. En dit is dus de jacuzzi. Ja. Fucking smerig. En die randjes helemaal... Ja, vies. Maar goed. We moeten het er maar mee doen, hè. Kijk, ook nog een lekker trapliftje voor als iemand... Ga je niet via het trappetje komt. Ja, nou, ik niet graag hier. Maar ja, als je daarna gaat even gaan douchen, dan kan misschien wel. Maar ja, het is wel een beetje bored. Lekker aan wandelen with the fam. We waren eigenlijk bijna zo lui om voor... 1,5 kilometer de auto te pakken, maar toen dachten we, laten we toch maar even met de benen wagen. En we gaan even ergens hier eens uitzoeken waar we kunnen eten. With the leg car. The leg car. Ik wil een oud stalletje. Oh ja, ik heb een nieuw broekje. Stilo. Yes. Very nice. Stilo. Ja, echt Amerikaans, hè. De steakhouse. Wat kan je ze van mam, wil je mij alsjeblieft niet in de steek laten? Nee, joh. Wil je van mij eens een keer daar een foto maken? Mensen die horen het ook.
Nou, dit is wel een vibe, Jeroen, man. Mooi, hè? Is dat vibe? Ja, daar staan twee mensen op ons te wachten. Howdy. Ja, open. Nou, we zitten hier lekker bij een tentje. Oh! Het is goed dat we niet naar de Grand Canyon geweest zijn, hè, man? We gaan hier nu even wat eten. Friends ons even eten aan het halen. We zitten hier buiten op het terras. En hebben we nou zin? Ja. Goed zo. En dan zou vanavond hier misschien wel een show zijn of zo. Oh, die friet ziet er ook wel heel lekker uit. Voor de mensen doodgeschoten. Ja, de show om mensen doodgeschoten. Maar echt, we hebben wel zin. Ja, ik weet niet dat die is. Ja, die mensen lopen hier wel. Ja, die mensen lopen hier rond met een pistool en ik zie er al eens zo naar binnen zo. Dan ik vond het een show aan. Ja, ze beginnen aan de schieten. Lekker jongens. We zijn dus verplaatst naar binnen, want buiten niet onweer en heel wat regenen. Waar de bok hier, dubbel bok. Nou, ik weet niet waar je regen ziet, maar... Lekkere salade. Kijk, kijk, wij zijn allemaal fit girls. Fit girls, fit girls. En Sarah is minder fit girl. De dunste matje van iedereen. Mam, wil jij er even een blik op werpen? Ja. Lekker geet, Cyril? Yes, nou eigenlijk niet. Nee. Nou, iedereen. Was heel ontevreden over het eten. Het was friet. Friet was hard. Ik hou echt van harde friet. En salade vond ik erg lekker. Jij niet, mam? Salade was erg lekker. Ik vond de dressing iets minder. De dressing. Mama vond de dressing minder. De dressing vond ik heel lekker. Fijn, zo heb jij gegeten? Ik heb de Caesarsalade, ze gaat een lekker biertje. Bok, bok. We hebben een lekker biertje op. Twee zelfs. Daar merk ik er niks van op. En het was 16 euro eigenlijk voor twee bier. Twee biertjes. Maar ik vond de salade heel lekker en friet vond ik ook heel lekker. Maar Sarah vond dat friet niet lekker. Jawel. En de kip droog. Ik vond de friet wel lekker, alleen de kip was vast droog. Nou. Dat is wat er. Daar kunnen we mee. Mensen die zaten te dansen. Tongen. Oh. Karaokebar. Ja, hier hebben we net wel gekocht in de winkelcentrum. Heel schattig. En nu gaan we weer terug naar het motel. Nu zijn we dus onderweg terug aan het lopen naar ons motel. En dan gaan we even chillen op de kamer. En dan gaan we daarna slapen. En dan is dit dag 1 al voor jullie. Of eigenlijk in ieder geval de reis en dag 1. Dus ik hoop dat de thuisblijvers die er helaas niet bij kunnen zijn, het leuk vinden om deze video's te kijken. Wij vinden het in ieder geval wel leuk, hè, Cyril? Het is prachtig weer, zoals je ziet. Het is prachtig weer. Helemaal niet bewolkt. En, ik ga nu... Ophangen. Ik ga ophangen. Nee, maar goed. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Heel erg bedankt. Super fijn. En morgen komt er weer een nieuwe video online. Als het goed is. Als het niet goed is, dan niet. Dan is het pas een dag later. Maar als het goed is, dan wel. Ja, we zijn wel een beetje afhankelijk van wie vier. Maar goed, in principe komt morgen een nieuwe video online. Oké, doei! 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 Bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze video. Bedankt! Ik heb vol donker als daar. Doei! Doei!